Ja, wat ik gevonden heb nou zeg. Oh, dat is echt zo'n mooie opname. Van Donnie van de Beek. Ja, 29 november 2015. Ik was in Zwolle. Ja, bij PEC. PEC Zwolle Ajax. En Donnie van de Beek maakte zijn debuut. En daar stond ik. In die gangetjes. Daar heel smal, daar bij PEC Zwolle. En Donnie van de Beek, die kwam bij mij. En ik maakte een gesprekje met hem. Nou, dat moet je even naar kijken, want het is zo leuk. Hij was toen 18 jaar, heel verlegen. En hij geeft hele, hele korte antwoorden. Kijk maar even. Kijk, dan hebben we hem dan. Zeker, zeker. Ja. Donnie, jongen. Ineens met een basisplaats ook. Ja, zeker. Dat was natuurlijk een droom die uitkomt eigenlijk. 2-0 winst, dus kan niet beter, hè? Nee, dat mogen we wel zeggen. En hoe oud ben je nou? 18. Ja, dat is toch niet te geloven, man. Nee, 18 jaar en je staat gewoon in het eerste van Ajax. Ja. Ja, dat is een droom die uitkomt natuurlijk. Ja! En dan, wat ga je... Ik zag je net voor de spiegel staan. Je bent wel druk met je haartjes bezig, zag ik. Tuurlijk, je moet altijd goed kijken, even goed kijken naar zijn haartjes. Kijk, hij was druk bezig in de kleedkamer. Ja. Tuurlijk. Ja? Besteed je daar veel aandacht aan? Nou, nee, niet echt. Nou. Even een jelletje erin kopen. Even een jelletje erin. Hé, maar goed, luister even goed. Wat ga je nu doen straks? Je gaat je vrienden bellen of wat ga je doen? Ik ga zo even naar mijn ouders toe en even omhelzen en dan ja natuurlijk. Omhelzen, wel, ja? Ja, natuurlijk moet wel een beetje gevierd worden, toch? Ja, dat lijkt me wel, ja. Zeker. En ga je vrienden bellen of ga je appen of wat ga je doen? Ook, ik ga even mijn vrienden appen en gewoon even de wedstrijd nabespreken. Ja? Tuurlijk. En stoer doen? Nou, nee, dat niet. Jawel, gaat natuurlijk bluffen. Nee, ik ga niet bluffen. Jezus, man. Ja, want hey, wie van die vrienden van jou kan zeggen, ik speel in het eerste van Ajax? Nou, niet veel natuurlijk, maar daar zijn ze ook wel trots op, dat weet ik zeker. Ja? Ja, 100%. En ben je trots op jezelf? Ja, ook. En zijn je ouders trots, denk je? 100%. Ja? Geen twijfel. Wat gaan je vader en moeder zeggen tegen je? Ja, dat ik een goede wedstrijd gespeeld heb, denk ik, en dat ze heel trots op me zijn. Ja? Ja, 100%. En ga je lang feesten of ga je onrustig slapen vanavond? Nee. Ik ga gewoon lekker slapen, lekker met de familie en lekker een paar vrienden. Gewoon rustig en dan lekker de wedstrijd nabespreken. Voetjes op de vloer en doorgaan? Doorgaan, ja. Ja? Doorpakken, sowieso. Nou, goed jongen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd en ga zo door bij Ajax. Komt goed. Ja? Ja, ik ga mijn best doen. Zeg de fans gedag. Dag fans. Ja, dat is natuurlijk een prachtige opname. En heel snel daarna, dan hoorde je al het lied van Donnie van de Beek in de arena. En lang niet elke speler krijgt dat. En dat betekende dus dat de Ajax-aanhang, de F-site en de hele handel, die hadden Donnie in hun harten gesloten. Ja, dat is het. En dat was zo mooi. Maar goed, nu in Manchester. Ja, eigenlijk moet de Donnie van de Beek-song moet daar gewoon strak overeind blijven. Hey, you guys there in Manchester. Hey, I know you're specialized in songs like you had for Jaap Stam. Like Jip Jaap Stam. He's a fucking Dutchman. Dat zongen jullie. En... Maar nu, now this time, jullie hoeven geen nieuwe song uit te vinden. You don't have to invent a new song for our Donnie van de Beek. Because the song is already there. So just adapt it and sing along with us. Na 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 na. Donnie van de Beek, van de Beek, Donnie van de Beek. Na 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 na. Donnie van de Beek, van de Beek, Donnie van de Beek. Na 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 na. Donnie van de Beek, van de Beek, Donnie van de Beek.